staan hier bij waterschap Brabantse Delta. Een waterschap zorgt voor droge voeten, voldoende en schoon water en een gezonde natuur. Het thema nutriënten heeft alles te maken met schoon water. Want te veel nutriënten in het oppervlaktewater zorgen voor algenbloei. Algen nemen zuurstof op en dan krijg je zuurstofloosheid in het water en gaan de vissen sterven. Dan heb je geen schoon water meer. Het waterschap doet er dus alles aan om nutriënten uit het oppervlaktewater te halen. Dat doet ze door beleidsvorming, dat doet ze door vergunningen te verlenen aan bedrijven die op oppervlaktewater lozen. En ze heeft tot taak om al het afvalwater van de inwoners te zuiveren en van nutriënten te ontdoen. Daarom staan we hier bij de waterzuivering van Breda, waar het afvalwater wordt gezuiverd van nutriënten en zonder nutriënten weer geloosd wordt op oppervlaktewater, zodat we geen last krijgen van algenbloei. Biobased gerelateerde projecten waar het waterschap mee bezig is, noemen wij energie- en grondstoffenfabriek. Een van de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn, is het kweken van eendenkroos op stikstof- en fosfaatrijk afvalwater. Daarmee los je dus het waterkwaliteitsprobleem op en haal je de nutriënten uit het afvalwater en produceer je daarmee een interessante biobased grondstof. Want uit eendenkroos kan je onder andere eiwitten halen. Er ligt een hele mooie kans voor fosfaat, om de fosfaatkringloop te sluiten, zodat we niet meer afhankelijk zijn van de beperkte ertsen, van fosfaatertsen. De waterzuivering kan daar ook een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Voor het thema stikstof, andere nutriënt, is het vooral een energiebesparingskans. De bedreigingen zitten meer op het vlak van juridische mogelijkheden en hygiënische aspecten. Je gaat de kringlopen korter sluiten en dat moet hygiënisch wel op een verantwoorde manier. Daar zitten nu nog juridische beperkingen in. We moeten de komende jaren uitzoeken hoe we dat evenwicht tussen dat het hygiënisch verantwoord kan op te lossen. In de groepsopdracht Biobased City wil ik graag dat jullie ook nadenken over wat je doet met het afstromend regenwater. Afstromend regenwater is niet altijd schoon en kan niet altijd zomaar geloosd worden op oppervlaktewater. Dus ik zou ook graag een visie willen hebben hoe jullie daar mee om willen gaan in deze city. Over landbouwkundige nutriënten hebben we het voornamelijk over mest. Hier op de waterzuivering houden wij ons vooral bezig met de menselijke mest. En daarbij halen we de nutriënten uit het afvalwater. Dierlijke mest wordt op het land gebracht en is de bedoeling dat die meststoffen voor de plantengroei worden gebruikt. Maar een deel van de nutriënten logen uit naar oppervlaktewater. En daar vormen ze wel een probleem. De hoeveelheid mest die op land wordt gebracht wordt gereguleerd via de mestwetgeving. Daar hebben wij niet zoveel invloed op. Maar we proberen vooral de boeren te stimuleren om de uitloging naar oppervlaktewater te verminderen. Door bijvoorbeeld akkerrandbeheer te stimuleren of natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De boeren zijn dus de belangrijkste stakeholders. Als we meer beleidsmatig zaken willen afstemmen over het mestbeleid, hebben we veel overleg met de land- en tuinbouworganisaties. Er komt inderdaad veel slip vrij bij rioolwaterzuiveringen. Dat kunnen we nu niet op het land brengen, want er zitten te veel zware metalen in. En het is hygiënisch ook niet helemaal verantwoord. Daarom wordt het nu verbrand bij een centrale slipverbrandingsinstallatie. En de as die daarbij vrijkomt, wordt wel weer hergebruikt in de wegenbouw. En zoals ik zei, in 2015 gaan we ook uit die verbrandingsas het fosfaat weer terugwinnen. Daarnaast zijn we bezig met onderzoeken wat er nog verder allemaal in het slip zit, wat we als biobased product zouden kunnen eruit kunnen halen. Zoals vezels en bioplastics. Daar zitten nog wel veel belemmeringen aan in de wet en regelgeving, maar ook in de kwaliteit van de producten die je moet gaan garanderen om daar inderdaad een goede markt voor te creëren. Op het gebied van maïsel, het maïsel wordt nu op de kant gezet. Dat levert vaak nutriëntenproblemen weer op, want dat loogt uit en die nutriënten komen weer terug in het watersysteem. Dat is eigenlijk zonde. Je wil eigenlijk dat die nutriënten gewoon gebruikt worden voor de plantengroei van de landbouwgewassen die daarnaast groeien. Daarvoor zijn we bezig met het project van de kleine kringlopen.
En dan zit je wat meer op het gebied van de circulaire economie dan van een biobased economie. Dan ga je gewoon lokaal direct zorgen dat die nutriënten optimaal worden ingezet en niet meer uitlogen naar het watersysteem. Groepsopdracht Biobased City vond ik een hele leuke opdracht en ik wil jullie graag daar wat tips voor meegeven. Bij het waterschap hebben we er ook over nagedacht hoe je nou een biobased economy in de city zou kunnen doen op het gebied van afvalwater. En dat staat in de routekaart afvalwater. Google maar eens op routekaart afvalwater en dan zou je hele leuke tips krijgen wat de mogelijkheden zijn.